Vandaag zijn er een heleboel hulpdiensten uitgerukt. In actie, waarvoor allemaal? Nou, er zijn eigenlijk twee belangrijke onderdelen waar we mee bezig zijn. Puur allemaal natuurlijk naar aanleiding van de lekkage gisteren van het zeeschip. Eén is het daadwerkelijk afvangen van olie. Dus wat op het water is terechtgekomen om dat zoveel mogelijk te verzamelen. En waar de hulpdiensten ook hard mee bezig zijn, is het verzamelen van watervogels die zijn besmeurd met olie. Ja, het gaat met name om zwanen, hè? Klopt. Het merendeel wat we nu tegenkomen zijn zwanen inderdaad. Hoeveel zijn het er? Heeft u daar een idee van? We hebben een eerste inschatting, maar dat gaat echt om honderden vogels. En waar zijn die zwanen nu precies? Nou, die bevinden zich over de hele Nieuwe Waterweg. Er zijn wel een paar hotspots die we hebben inzichtelijk hebben gemaakt. Eén is dat bij de waterkering. Daar is een hotspot. Daarnaast hebben we een grote concentratie gezien ter hoogte van Hoek van Holland. En een grote concentratie hier waar we nu zijn, in Maassluis. Ja, want daar worden ze ook aan wal gebracht, hè, hier? Klopt. Maassluis is het verzamelpunt. Er zijn iets van 6 of 7 schepen van de veiligheidsregio zijn nu bezig in samenwerking met de dierenambulance om die vogels dan te vangen. En die worden allemaal hier naartoe verplaatst. De eerste reiniging vindt hier dan plaats. En dan brengen we ze naar een locatie in Rotterdam-Zuid waar ze grondig worden gereinigd. Bij de vogelklas Karel Schot, want daar hebben ze ervaring met dit soort kwesties. Die hebben daar inderdaad ervaring mee, maar moet je voorstellen, we praten over honderden vogels. Ze zijn ook aan inventariseren of op een andere manier, omdat hun capaciteit natuurlijk ook beperkt is, om een andere manier de vogels te verzamelen en ergens anders te reinigen. Ja, en dat kan bijvoorbeeld hier zijn, in Maassluis? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen dat we dan improviseren om dan hier een wasstraat te maken, inderdaad. Het kan wel een tijdje gaan duren, hè, voordat deze operatie klaar is, want het zijn heel veel vogels. Het klopt, ja, en het ging ook over heel veel olie. Gelukkig is dat een groot gedeelte daarvan wel al verzameld in de petroleumhaven. Maar omdat het zich inderdaad letterlijk als een olievlek heeft verspreid, zie je dat er heel veel vogels besmeurd zijn geraakt. Dus dat kan enige dagen duren. Het opruimen, dat gaat echt al, het haven heeft er net al kenbaar gemaakt, dat gaat weken duren. De olie zelf? Olie inderdaad, dat is inderdaad echt wel goed verspreid. En het verzamelen van de vogels, dat kan inderdaad nog wel dagen duren. En de vogels die besmeurd zijn, ja, ze willen zich wassen en dan krijgen ze ook de olie binnen, hè? Dat klopt, zij willen zich wassen en dan krijgen ze inderdaad gedeeltes van het olie inderdaad binnen. Wij proberen dat zo snel mogelijk hen natuurlijk te vangen om dat te voorkomen. Maar ja, dat is natuurlijk haast onmogelijk, omdat die vogels weten natuurlijk ook niet wat hen overkomt. En die willen zich natuurlijk graag wassen. Dus in een race tegen de klok eigenlijk. Het is inderdaad een race tegen de klok. Het is wel heel fijn, want er zijn heel wat vrijwilligers en zeker een hoop burgers hier vanuit Maassluis, maar ook uit andere delen van het land hebben ze hier gemeld met handdoeken, met lakens, om te helpen. En dat vind ik natuurlijk hartstikke fijn. Het enige wat we de mensen wel afraden, is om zelf het water in te gaan, omdat er sprake is van stookolie. Wat we dan melden is van, joh, geef aan waar die beesten zijn, of de vogels zijn gelokaliseerd. Dan komen wij daar met schepen en dan vangen wij ze en dan brengen we ze naar deze locatie.